Een van de vragen die regelmatig wordt gesteld is, hoe kun je tekenen op je iPhone? Hoe kun je in een view tekenen? Hoe kun je dus dan zorgen dat bijvoorbeeld in je viewcontroller een cirkeltje of iets dergelijks verschijnt? En in deze video laat ik je even zien hoe je dat kunt doen. En ik geef je een soort basis, zodat je dat daarna verder zelf kunt ontwikkelen. En ik doe het even aan de hand van een iOS applicatie en gewoon een single view application. Dus ik druk even op next en ik noem hem even demo, want dat gaan we doen. We gaan even een cirkeltje tekenen om te laten zien hoe dat precies werkt. Werkt. Daar staat hij, circle demo. En in die circle demo hebben we een standaard view controller, zoals je ziet. En wat we nodig hebben voor deze view controller om dit sowieso te laten werken, dit kunnen we eigenlijk allemaal weggooien. want die zijn niet zo nodig. Is een uh, custom view. En die custom view die gaan we toevoegen. In ons storyboard aan onze viewcontroller. En ik zoek hem even op. Hij staat een beetje apart weggestopt. Uh, ergens onderaan staat dat ding. Uh, meestal tik ik gewoon even view in. Ik zie hem ook zo snel niet. Tik ik even view in hier en dan zie ik hem wel verschijnen. Kijk, dit is een, een gewone view. En we maken onze view even. Uh, vergeet me even vast te groot. Ik maak hem even vierkant. Dat kan ik ook met aspectratio doen. Ik kan het ook gewoon intikken. Maar dit gaat misschien even wat sneller. Dan heb ik de auto-layout zometeen ook wat. Uh, wat sneller wat beter op orde. Zo, daar is mijn view. Ik zie hem natuurlijk niet nu op dit ogenblik. Uh, dat gaan we zo meteen veranderen. Uh, het eerste wat ik namelijk ga doen is bij deze view, die ik verder ook niet echt hoef te zien overigens, eventjes een, um, een uh, aparte klas um, uh, maken, een subklas. Dus daar begin ik even mee. Uh, first things first. Uh, ik ga naar de app delegate. Hier, zodat ik weet dat mijn subclass daaronder komt te staan. En ik maak even hier een nieuwe klas. En dat doe ik als volgt. Ik kies even file nieuw. Ik kan ook op Command N drukken. Dit is een Cocoa Touch Class. Je, kunt er mogen, je zou er een Swift-file van kunnen maken, maar je bent wat sneller klaar. Het is op het codewerk. Als je hier even een Cocoa Touch Class van maakt, druk op Next. En ik noem ons ding even Circle View. Want ik ga een subclass maken, die kun je beter eerst maar even aangeven trouwens, van de Class UI View. Circle View, zo heet dat ding. Next. Daar is hij. Oké, okay. en ik voeg hem toe aan Circle Demo. Je zult zien, hier verschijnt hij dan automatisch op deze plek. Je ziet dat er meteen al wat code wordt, wordt neergezet. Uh, een beetje interessant is dit. Een speciale methode met de naam draw. Als je ooit hebt gewerkt met vorige versies van Xcode, als je al eerder met uh, de zogenaamde custom views hebt gewerkt, dan ken je misschien de drawRect-methode. Nou, die is niet meer, die bestaat niet meer. De functie heet nu draw en verwacht één argument uh, zonder label. Uh, want uh, het label is weggevallen, er wordt een parameternaam nog wel. Direct, die RECT- heb je nodig om mee te kunnen drawen. Hier tik je je code in. Uh, alleen dat doe je alleen. Als je zeker weet dat je het nodig hebt, want uh, iOS moet er behoorlijk voor buffelen om dit soort drawbacks uit te voeren of dit soort draws, dus doe dit echt alleen als je zeker weet dat je code wilt gaan schilderen, ik maar zo te zeggen. Begin er anders niet aan ik. Laat hem even netjes inspringen met uh, alles selecteren en dan Ctrl I. Misschien ken je die truc al, zo niet. Daar is een videootje over, kijk daar nog even naar. Uiteindelijk gaan we hier tekenen, Dat is de bedoeling. En wat we doen, uh, ik hou het super simpel, je kunt het zelf aan gaan passen later met allerlei properties en dergelijke. Het gaat even om het idee, we tekenen even een lijn, of geen lijn, we tekenen even een blauwe cirkel. En die blauwe cirkel tekenen, dat gaat eigenlijk met uh, twee calls, eigenlijk met drie. Het eerste wat we doen is een cirkel maken en daar kun je een zogenaamd BG-pad voor gebruiken. Je ziet hem hier al staan, een BG-pad. En er is een, een standaard initializer voor om een cirkel te maken, dat is namelijk de oval in, dat is deze. En we willen een cirkel hebben dat net zo die net zo groot is als het vierkant of het frame eigenlijk van onze view. Dus het mooie is als je van onze view besluit een rechthoek te maken, dan krijg je een ovaal. Maar als het een cirkel is, krijg je een cirkel te zien. En de cirkel wordt net zo groot dat hij precies in dit ding past. Wat we nu nog doen is een zogenaamde kleur opgeven, een strookkleur. Dat is uh, niet zo moeilijk, dat kan in één kol. We zeggen namelijk UI color en dan pakken we de kleur die we willen hebben in ons geval. Pakken we meteen een standaard kleur, blauw, en we zeggen jij bent vanaf nu... De kleur waarin getekend moet worden. Dat is 2. En nu hoeven we alleen nog maar te zorgen dat ons pad wordt getekend. En ik had dit pad kunnen toewijzen aan een aparte variabele of constante om het te doen. Ik kan het ook in één keer doen met pad stroke. Zo, dit is de snelste manier om dit te doen. En dat betekent elke cirkelview die we nu op het scherm zetten, tekent een ovaal. Met een blauwe kleur, uh, een, eigenlijk een, een ovaal met een blauwe kleur, maar geen vulling. Dat ding blijft dus verder, uh, qua vulling blijft hij gewoon uh, uh, wit. We zouden er ook nog een fill van kunnen maken. Dat is het enige wat je doet. Dus zet je hier set fill neer, set fill. En dan zet je hier neer fill in plaats van stroke. Dan tekent hij een gekleurde cirkel. In dit geval dus een blauwe cirkel. Hoe maken we er nou een cirkelfil van die we ook daadwerkelijk op het scherm zien? We gaan terug naar ons storyboard. En in ons storyboard zeggen we om te beginnen even tegen deze view die hier staat dat, dat die uh, gepind moet worden of gecentreerd op het scherm. Laten we dat mee even voor kiezen. Horizontaal en verticaal gecentreerd. We krijgen nu allerlei blauwe dingen, allerlei rode waarschuwingen te zien omdat de view nog geen grootte heeft. En we zeggen gewoon dat hij, uh, um, hij mag elke grootte krijgen die maar wilt. We geven geen aspectratio op. Het wordt in dit geval een view met een breedte en een hoogte van uh, 113 punten. Zo, die zijn ook toegevoegd. Het enige wat we nog hoeven te doen is te zeggen dat dit geen gewone view is, maar dat het een circle view is. Circle view, klaar. Nu gaat de rest automatisch. Als ik deze app start, krijg ik in plaats van deze view, krijg ik een, of een blauwe cirkel te zien vanwege de UIBG path methode die is aangeroepen. Daar is hij, onze view controller. Met één view erin, een blauwe cirkel. En je raadt het al, als ik er nog een view aan toe zou voegen, ik zet er gewoon nog eentje onder. Hier zo, even kijken hoor. Daar is hij, de tweede view. Hier staat de view erboven. En laat ik zeggen dat ik deze view vastpin aan deze, om het maar zo te zeggen. Ik laat hem op deze afstand verschijnen. En ik zeg bovendien, wacht even nog een keertje opnieuw. Even shift ingedrukt. Vertical spacing. Hij moet dezelfde breedte en dezelfde hoogte krijgen, maar niet helemaal. Dat gaan we zo meteen aanpassen. En horizontaal gecentreerd. Zo, nu heb ik een tweede view. Dat is deze hier. Ik ga een paar dingen aanpassen. Ik zeg ook dat dit een circle view moet zijn. Circle view. Daar is hij. En ik vertel ook nog even uh, wat auto layout betreft dat hier wat bijzondere dingen aan de hand zijn. Namelijk de grootte moet niet gelijk zijn aan circle view, maar hij moet eigenlijk twee keer zo klein zijn, oftewel maal 0,5. En de hoogte, hetzelfde verhaal. Net zo groot als een circle view, maar dan maal 0,5. Zo, nu wordt deze view. Ze staan nu, dan op de verkeerde plek zoals je ziet. Ik krijg allemaal waarschuwingen te zien. Ik kan even automatisch alles laten doorrekenen zodat dit probleem is opgelost. Uh, fixed misplacement. Zo, klaar. Alle waarschuwingen zijn inmiddels verdwenen. Ik zie die views niet. Uh, dat kan ik snel veranderen door even de view controller zelf een andere achtergrondkleur te geven. Zo, dus doe ik ook even. De view controller in het storyboard. Daar staat hij. De achtergrondview van deze viewcontroller wordt nu niet langer meer wit, maar wordt even grijs. Laten we deze kleur grijs maar even pakken. Nou zie ik de views allebei staan. Kijk, daar zijn ze. Deze twee keer zo klein als die. En we zouden er nog eentje bij kunnen zetten. Ik kan er nog eentje boven zetten. Dus ik sleep deze view naar boven. Dat zet ik hier zo neer. Op deze afstand bijvoorbeeld. En uh, geef ik ook even wat uh, auto-layout-constraints. Door hem even hiermee te verbinden. Zeg ik: zet hem maar op die afstand neer. Geef maar dezelfde breedte en hoogte. Uh, die gaan we zo meteen weer aanpassen natuurlijk. En centreren dat ding maar horizontaal. Daar is de derde view. Ik uh, verander nog eventjes wat properties van dit ding. Daar gaat hij. Hier is de equal width. Die wordt nu, laten we zeggen, maal 0,3. En de hoogte wordt nu 0,3. De, de width is nu ook niet langer meer equals, je ziet, maar is proportional geworden ten opzichte van de view waar we mee matchen. Dat is gebeurd. Nu nog eventjes de uh, identities aanpassen van deze views. Dit is een circle view, dit is een uh, gewone view, of ook een circle view. Dit is een circle view, we hebben er nu drie. En met een beetje geluk zien we nu ook op ons scherm zometeen een grijs scherm niet langer meer wit maar grijs. Met um, uh, drie uh, views erop. Ik zie nog een waarschuwing. Die komt ergens vandaan. Dat is, heeft te maken met deze frames of dit frame van deze viewcontroller. Het ding wordt namelijk of deze view wordt wat kleiner. Kijk, dit ziet er natuurlijk niet zo netjes uit. De achtergrondkleur is niet langer meer uh, transparant. Dat kun je aanpassen in de view zelf. We kunnen ook zeggen, want dat wilden we eigenlijk gewoon een witte achtergrondkleur in de hoofdview hebben. Nou, dat is niet zo spannend in de hoofdview uh, of in de viewcontroller. Zeggen we luister overrule. Alle achtergrondkleuren die er waren, en geef jezelf, geef jouw hoofdview eigenlijk, een achtergrondkleur die niet langer grijs is, maar die wit is. Color is. Oh, er staat nog geen view, dit load in. View, dit load. Ik begin even te tikken. Dit is hem zo. Verander je achtergrondkleur. zelf.view.background background, color in wit. White. Zo, nu is de achtergrondkleur wit. Zelf is niet echt nodig, kun je weglaten omdat er in dit geval maar één view is, dat is de hoofdview. Zo, nu hebben we een grijze achtergrondkleur in ons storyboard, zodat we heel kunnen zien wat we doen. We hebben een uh, witte achtergrondkleur, zo gauw de app starten. Omdat het eerste wat er gebeurt als de view is geladen, wordt de achtergrondkleur wit gemaakt. Dat gebeurt zelfs voordat uh, de view op het scherm verschijnt. En dan heb je je drie cirkelviews. Dus dit is een antwoord op de vraag: hoe kun je tekenen in een uh, iPhone-app? Heel eenvoudig. Je maakt een custom view voor elke tekening die je wilt maken. En dat is heel veel mogelijk met uibj Pass. Uh, ik raad je aan daar uh, wat meer informatie over te zoeken online. Uh, ik maak video's daarover, daar kun je even naar kijken. En als je echt geïnteresseerd bent, dan zijn er zelfs E-books over geschreven. Als je meer wilt weten over Swift en over het maken van apps in deze nieuwe programmeertaal, dan is deze website wellicht iets voor je. Je vindt er ook een forum waar je terecht kunt voor vragen en antwoorden over deze video en over alle andere video's die ik heb gepost. En als je je kennis over Swift wilt verdiepen en zo snel mogelijk je eigen eerste apps wilt kunnen bouwen, dan is dit e-book het e-book dat je zoekt. Bedankt voor het kijken naar deze video en ik hoop je terug te zien op de iOS Academy.